Vijf thuisbehandelingen om gezichtsbeharing te verwijderen. Gezichtsbeharing is een van de grootste rivalen van de vrouwelijke schoonheid. Niet alleen omdat het constant weer tevoorschijn komt, maar ook omdat het overmatig en vaak terugkomt. Er wordt geschat dat ten minste 10 van de vrouwen gezichtsbeharing heeft wanneer zij in verwachting zijn. Echter komt het normaal gesproken voor door hormonale activiteit. Degenen die hiermee te maken krijgen, zien het als een schoonheidsprobleem. Daarom zijn ze vaak op zoek naar behandelingen om dit te verwijderen zonder de huid te beschadigen. Het probleem is dat veel manieren om haar te verwijderen erg agressief zijn en veel chemicaliën bevatten die allergie, onzuiverheden en andere imperfecties kunnen veroorzaken. Gelukkig zijn er ook compleet natuurlijke recepten die de lichaamsharen verwijderen zonder ongewenste bijwerkingen. Ondanks dat ze niet allemaal haar verwijderen, kan het constante gebruik van deze producten een groot verschil maken. In het artikel van vandaag willen we de 5 beste natuurlijke behandelingen met je delen om van gezichtsbeharing af te komen, zodat je deze kan gebruiken in je schoonheidsroutine. De combinatie van kikkererwtenbloem en citroen geeft een exfoliërende behandeling die, naast dat het haar verwijdert, ook de dode huidcellen verwijdert. Het is al eeuwenlang bekend in de Indiase cultuur en dit recept is een van de meest gebruikte thuisbehandelingen om ongewenste gezichtsbeharing te verwijderen, evenals de onzuiverheden van de huid. Ingrediënten: 5 eetlepels kikkererwtenbloem, 50 g de sap van een 1-2 citroen, 1 theelepel natuurlijke yoghurt, 7 g. Bereiding: doe alle ingrediënten in een kom en mix deze goed samen totdat je een crème-achtige textuur krijgt. Breng het product aan op de gebieden die je wilt behandelen en laat dit 20 tot 30 minuten intrekken. Wanneer het droog is, verwijder je het met een handdoek. Duw stevig tegen de haargroei in. Verwijder het resterende product met een vochtige doek of warm water. Breng dit 2 tot 3 keer per week aan, alleen in de avond. De combinatie van deze 2 ingrediënten creëert een plakkerige, dikke pasta, die na het aanbrengen de gezichtsbeharing verwijdert. De ingrediënten zijn erg zacht en laten na de behandeling een schoon gevoel achter. Ingrediënten: 1 ei, 5 eetlepels maïsbloem, 50 g. Bereiding: klop het ei met het maïsmeel. Wees er zeker van dat je een dikke pasta krijgt. Verspreid het product op de bovenlip en laat het drogen voor een aantal minuten. Vervolgens wrijf je met ronddraaiende bewegingen het product in om de haren in dit gebied te verwijderen. Spoel het na met warm water en gebruik deze behandeling 2 keer per week. Papaïne, het enzym in papaya, breekt de haarfollikel en voorkomt een overmatige haargroei. Wanneer dit wordt gecombineerd met de voordelen van curcuma, geeft het de huid een zachte en haarloze uitstraling en verwijdert het ook de dode huidcellen. Ingrediënten: 1 plak papaya, 1 theelepel curcuma poeder, 5 g. Bereiding: vermaal de papaya om een pasta te creëren met de curcuma poeder. Wrijf het masker op de gewenste gebieden en met zachte, ronddraaiende bewegingen, masseer je het product in. Laat het 20 minuten drogen.
Hierna was je de pasta af met warm water en droog je het na met een zachte handdoek. Gebruik deze behandeling 2 of 3 keer per week. Deze pasta, gemaakt met melk en kurkuma, helpt de kleine haren te verwijderen die boven de bovenlip groeien. Deze 2 ingrediënten hebben een anti-ontstekende en exfoliërende werking die ongewenste haargroei vermindert terwijl het tegelijkertijd de huid zacht maakt en verbetert. Ingrediënten: 1 theelepel kurkuma poeder, 5 g, 2 eetlepels melk, 20 ml. Bereiding: maak de kurkuma poeder vochtig met de 2 eetlepels melk. Wanneer je een pasta hebt, wrijf je dit op het gebied boven de bovenlip. Laat het 30 minuten zitten en was het vervolgens na. Maak zachte, ronddraaiende bewegingen om makkelijker van het haar af te komen. Herhaal deze behandeling elke 2 dagen. Gemalen koffie en zuiveringszout. De gemalen koffie en zuiveringszoutmasker verwijdert niet alleen ongewenste haren van je gezicht, maar ook van je oksels, rug en andere gebieden van je lichaam. Ingrediënten: 2 eetlepels gemalen koffie, 20 g, 1 theelepel zuiveringszout, 5 g, water, zoveel als je nodig hebt. Bereiding: maak de koffie en zuiveringszout vochtig totdat je een crème-achtige pasta krijgt. Vervolgens wrijf je dit in op de huid boven je lippen en maak je ronddraaiende bewegingen. Laat het een paar minuten drogen en was je gezicht. Gebruik deze behandeling tot 3 keer per week. Ben je ook moe van agressieve ontharingsmethodes? Neem de tijd om deze recepten eens uit te proberen. Je zal zien hoe je van ongewenste lichaamshaar af kan komen zonder je huid te beschadigen.